De medische staf van ADO wil weten hoe het team ervoor staat en dus moeten er lijstjes worden ingevuld. Dat doe je alleen, of dat doe je met z'n allen, of met z'n tweeën, maar in elk geval voor het uitgebreide ontbijtbuffet. En als de bodem dan gelegd is, is het vertrek aanstaande naar het vertrouwde trainingsveld. 12 maanden geleden werd daar de basis gelegd voor een goede tweede helft van het seizoen. Het transport, zoals altijd, goed geregeld, maar niet aan iedereen besteed. En het regent aan de Turkse Riviera. Dat kan in deze tijd van het jaar. Daar had ook de technische staf rekening mee gehouden. Het deert de spelers niet een intensieve training te beginnen met een rondo. En kijk, Trevor David, wederom op het veld, op voetbalschoenen, werkend aan zijn herstel. Motiverende woorden van de trainer. Je moet nadenken. We moeten er met het koppie bij blijven. En dan een conditionele prikkel. Natuurlijk, onder leiding van conditietrainer John Nieuwenburg. En Ricardo Kiesna, die steeds dichter bij een rentree komt. En als Nieuwenburg zijn zaken dan voor elkaar heeft, is het nog wat rekken en strekken, maar dan neemt Fons Groenendijk het heft weer in handen. Een toernooispel met 4 ploegen, met Joening Sang, de spits van blauw, Robert Swinkels, die zijn kooi probeert schoon te houden, en penalties die soms wedstrijden moeten beslissen, omdat het niveau heel dicht bij elkaar ligt. En Kiesna, die weer geniet, en iedereen, Fons Groenendijk ook, geniet van Ricardo Kiesna. Mooie goals en slimme paasjes. Hier Lex Immers. Prachtige goal. En de woede bij Mike Haverkotte. Overtredingen. Er wordt gespeeld op het scherp van de snede. Immers hier een bal op de lat. En kijk eens naar deze. Het is een artiest. John Goossens. Bal had een beter lot verdiend. Hij gaat er uiteindelijk in. Let op Tom Beugelsdijk. Ja, die is fanatiek. Ook aan de Turkse Riviera. Dit zijn de winnaars. En de winner takes it all. Zong ABBA ooit. En dan is het lunchtijd. Weer een uitgebreid buffet. Daarna rusten. En de sportschool wacht in de middag. Dat heet herstel, maar dat gaat wel gepaard met inspanning. En na gedane arbeid is het natuurlijk prima dineren. Dat vindt plaats in de eetzaal. Ter afsluiting van weer een tweede dag. Een mooie dag aan de Turkse Riviera, ADO Den Haag in Belek.